Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis. We praten ook in deze aflevering weer met twee gasten uit de Tielse politiek. Straks met Frank Groen junior. Hij is van de PVDP, de Partij van de Burgers. Maar nu eerst te gast Camille Grootmeester. Zo zeg ik het goed, hè? Meneer Kerkmeester. Ik zei toch van nou, het valt te bezien of ik je naam goed kan uitspreken. Nou, net ja, zo. Ja, dat was bijna goed. Ja, zo is dat. Hey, jij bent nu anderhalf jaar betrokken bij de Tielse politiek namens GroenLinks. Ja. En je bent hartstikke jong. Klopt. Jouw zicht op die politiek, met name in Tiel, hoe is dat? Nou, ik denk dat we, als je kijkt naar die raadszaal, dat iedereen wel goed met elkaar omgaat. Of op een goede manier proberen beleid te maken. Mm-hmm. Je kunt het met elkaar eens zijn, ja, of oneens. Ja, en dat mag ook. Dat is volgens mij de essentie van politiek. Toen je toen je discussies uit en toen je tot een goede uitkomst komt. En ik denk, ja, het is wel goed dat we hier elkaar niet de tent uitvechten. Dus als je me vraagt hoe de sfeer is in een vergadering, ja, die is wat mij betreft goed. Wel niveau. Mm-hmm, ja. Nou, dat is mooi. Mm-hmm. Waar sta jij voor? Ik ben de politiek ingegaan om een paar redenen. Ik heb een paar standpunten die voor mij heel belangrijk zijn. Ik vind ten eerste dat echt iedereen mee moet kunnen doen. Dat dus even ongeacht waar je vandaan komt, wie je bent, of je, wat je denkvermogen is, of je gehandicapt bent of niet. Ik heb zelf een gehandicapte zus. Ik heb gezien hoe belangrijk het is dat iedereen mee moet kunnen doen en dat iedereen zijn plekje moet kunnen hebben. En daar wil ik me heel graag voor inzetten. En daarnaast vind ik ook dat je moet kijken naar de toekomst. Ik vind dat je een beetje toekomstgericht moet zijn en ook moet zorgen dat de generatie na ons en mijn kinderen en mijn kleinkinderen dat die het ook goed hebben. Ja, dan zit je bij GroenLinks, maar er zijn natuurlijk meer partijen die daarvoor staan. Waarom dan GroenLinks? Nou, allereerst het hele verhaal van iedereen meedoen. Ik vind het bij GroenLinks heel erg. Op het moment dat je iets wil bereiken, moet je toch met een positief kritische manier moet je dingen proberen. Ik vind de houding van GroenLinks positief kritisch, gericht op de dingen die ik belangrijk vind, op een goede toekomst, onder andere met duurzaamheid, maar ook met investeren in jongeren. En daarnaast het hele verhaal van toekomstgericht zijn, dat zijn ze absoluut ook. Nou had GroenLinks Tiel het hartstikke moeilijk. Het had niet veel gescheeld of de partij was zelfs gewoon verdwenen bij de vorige verkiezingen. Toch een opstanding, zullen we het zo maar zeggen. Ja. Hoe gaat het nu? Het gaat goed. Zou ik ook zeggen. Ja. Nee, het gaat. Kijk, we hebben een volledig nieuwe fractie sinds maart 2014. We hebben de oude fractie ging weg. Er zijn nieuwe mensen gekomen met heel veel energie en met heel veel zin. Maar we moesten natuurlijk nog wel leren. En ik denk dat leerproces, dat gaat wel heel hard. Wat leer je dan? Ja, met name hoe je moet omgaan met politieke situaties. Je merkt, in het begin was het best wel lastig van hoe werkt het, hoe werken de processen, wat kun je wel, wat kun je niet. En hoe moet je de politiek lezen, ja, zulke zaken. Precies. Mm-hmm. Geven en nemen. Ja. Kunnen jullie al iets betekenen in Tiel? Ik denk zeker van wel. Kijk, ik denk het fijne van de sfeer die je hier in de raad hebt, is dat je... als je initiatief neemt, je merkt ook dat dat gewaardeerd wordt en dat mensen daar vaak wel in meegaan. Wij zijn... we hebben hard ons best gedaan voor fietsers. Ik vind het heel belangrijk dat... Maar dat fietsbeleidsplan is wel afgeschoten? Nou, tot op zekere hoogte. Het is nog niet helemaal afgeschoten. Wat we gedaan hebben is, we zijn naar burgers toegegaan. We hebben gevraagd, vertel ons nou eens van welke plekken in Tiel zijn nou fietsgevaarlijk? Of waar zou een verbetering kunnen plaatsvinden? Want wij vinden het heel belangrijk dat je gewoon veilig kan fietsen. Dat je veilig je kinderen op de fiets naar school kan brengen. Dat je je kind veilig naar zijn vriendjes kan laten fietsen. Dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Ja. En goed, we hadden zelf nog wel het idee dat het beter kon in Tiel. Maar wij dachten, voordat we weer zelf alles zelf gaan bedenken, gaan we het eens aan de burgers vragen. Ja, ja. Is dat ook jullie idee van om die kloof die er is tussen inwoners, tussen burgers, ik vind het een beetje een raar woord, en politiek, om die te verkleinen? Ja, ik denk het wel. Ik denk allereerst dat je ze een podium moet geven, of in ieder geval een stem moet geven. En dat je moet horen wat zij ervan vinden. En als je vervolgens ook laat merken dat je daar wat mee doet. Kijk, we hebben wel ons best gedaan om iets van het fietsenplan er doorheen te krijgen. Er loopt nu nog een second opinion over twee locaties. En verder merk je, kijk, op die manier sleg je zo'n kloof inderdaad. Op het moment dat je merkt van jongens, we zijn er voor jullie. En we proberen het ook samen te doen. En jullie zijn er belangrijk in. Jij bent nog jong. Ja. Als je kijkt naar oude politiek, even tussen aanhalingstekens, en zoals jij dat zou doen, wat is dan het verschil? Nou, het voornaamste verschil is dat het vroeger vond ben het logisch om voor elkaar te denken. Ik denk dat het nou anders is. Ik denk nu dat je echt moet gaan kijken naar je inwoners. Voor wie zit je hier nou? Hè? Ik zie heel veel dat burgers nou die stemmen één keer per in de 4 jaar mogen die even stemmen. En vervolgens is hun plek in het hele politieke spel
erg klein, mijn rol. En dat, ik vind dat wel anders moet. Ik vind van, hoe zou dat je dan bent er, kijk, je bent in 4 jaar tijd, je moet er 4 jaar zitten voor de burgers. Hè? En ik denk dat, wordt wel eens vergeten. Ik denk, tot op zekere hoogte wel. Ik denk dat het wel eens vergeten wordt. Ik denk daarom ook dat je die kloof moet gaan verkleinen. En dat doe je vooral door te laten zien tot ze input hebben. Dus inderdaad mening vragen. En kunnen geven. En ja, en ook wat belangrijk is, altijd staan voor je beleid. Kijk, wat je nu vaak ziet, is van dan wordt er, ja, ik vind het wel eens een beetje jammer hoe vaag er dan om dingen wordt heen gepraat. Van, waardoor mensen ook afhaken. Ik denk als je gewoon eerlijk verhaal, eerlijk je keuzes blijft uitleggen. En gewoon de straat op gaat en met die mensen praat. Dan voelen ze zich veel meer gewaardeerd en veel meer betrokken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En doen jullie dat ook als GroenLinks? Nou, we proberen op alle onderwerpen toch wel in ieder geval de betrokkenen te spreken. Kijk, de ene keer lukt het beter dan de andere keer. Maar dat is zeker wel de ambitie. Nou, hartstikke mooi. PvdA doet dat bijvoorbeeld ook, hè? De op de straat op gaan en praten met inwoners. Moet ik me dat dan bij voorstellen, dat jullie dat ook doen? Ja, onder andere. En bijvoorbeeld zo'n fietsenquête ook. Dat is gewoon gericht gaan vragen van jongens, wij willen iets voor de fietsveiligheid betekenen. Kom maar met input. Precies. Ja. Ja. En ik denk dat vind ik een hele, hele belangrijke. En ik denk ook dat dat een belangrijke basis is om ook dingen van burgers te kunnen vragen. Op het moment dat je ook laat zien dat ze, ze worden meegenomen in de besluitvorming. Heb je ook nou dingen ontdekt in die afgelopen anderhalf jaar waar je zegt van hebba? Hebba? Ja, van dat er afspraken niet nagekomen worden of dat dingen toch anders lopen. Nou, ik denk wel, kijk, je kan natuurlijk wel teleurgesteld zijn. Ik heb bijvoorbeeld dat fietsenplan. Mm-hmm. We hebben echt heel erg ons best gedaan om zoveel mogelijk, om een mooi rapport te maken, om die mensen te spreken, om daar. En toen dachten we van, we gaan al die punten voor die mensen oplossen. Ja goed, uiteindelijk krijg je dan te horen van dit lukt niet, dat lukt niet. En uiteindelijk blijven er 2 punten over waar nou een second opinion op wordt gedaan. Kijk, dat is natuurlijk, daar word je niet blij van uiteindelijk. Nee. Van, je had het liefst gewoon gewild dat je al die punten had opgelost. En ja, dat werkt niet. Dat is simpel, die zijn jammer. Maar goed, maar wat is jouw eigen achtergrond eigenlijk? Mijn achtergrond? Ik ben student nog steeds. Ik en wat nou studeer je? Het 4e jaar bedrijfskunde. Okay. Dus bedrijfsmatig bezig zijn, dat zit jou in het bloed? Ja, absoluut. En jouw persoonlijke ambities? Ik zie mezelf hier graag als raadslid de volgende periode. Mm-hmm. En verder, ik ga hierna nog een master doen. Dan wil ik strategisch management gaan doen. Okay. En ik werk nu ook op de verkoopafdeling bij Metaglas. En eigenlijk is dat wat ik wil, gewoon in een mooi bedrijf straks, een mooie functie en daarnaast raadslid zijn. Dat lijkt me, dat zie ik wel zitten. En dat als GroenLinks, want GroenLinks zit in jouw bloed. Absoluut. Als je kijkt naar het spectrum van GroenLinks, links, mm-hmm. waar zit jij dan ergens? Ja, ik vind het een beetje van die ouderwetse termen, links en rechts. Maar dan geeft dat wel heel veel duidelijkheid voor mensen, omdat ze dat kennen. Ja, precies. Ja, snap ik. Maar goed, hoe duid jij dat dan? Nou, ik heb al gezegd van, ik ben. Ik vind dat iedereen moet kunnen meedoen, ongeacht wie je bent. En in die zin is het de linkerkant. Ik denk meer dat het wat modernere opvattingen zijn over de politiek die bepalen waar je zit in dat spectrum. Ik denk, GroenLinks is gewoon links. Dus mm-hmm. ik ben ook links. Zo simpel is het. Ja. En ik geloof niet dat er rechtse GroenLinksers zijn. Zullen we het dan modern links noemen? Ja, vind ik het mooi. Dat is goed. Hey, ik wens jou fijne feestdagen natuurlijk nog. En bedankt voor dit gesprek. In het koetshuis nu aangeschoven Frank Groen junior. Hij zit in de gemeenteraad van Tiel namens de PVDB, de Partij van de Burgers. Frank, nieuwe politiek, mogen we dat zo stellen? Dat mag je zeker zo stellen. Wat jullie brengen, hè? Ja, mijn voorganger die zei het ook. Echt links en echt heel rechts is misschien een wat ouderwetse term. Mm-hmm. In hokjes duwen heb ik altijd een beetje een probleem mee. Ik denk ook niet dat dat moet. Ik denk dat je gewoon, je bent wie je bent. En daar heb je bepaalde ideeën over. En daar zijn mensen het wel of niet mee eens. Ja, natuurlijk is het ook zo, er is weinig geld. Je moet het met elkaar doen. Dus is het ook wel zo verstandig om links en rechts, in links en rechts te denken. Je moet het in gezamenlijkheid doen. Ja, je moet het uiteindelijk met z'n allen doen. En ik denk dat de sfeer in de Tielse gemeenteraad ook zo is dat je de samenwerking met elkaar moet opzoeken. Want alleen kun je de politiek hier niet maken. En is dat maken. De PvdB gelukt in de afgelopen periode? Tot nu toe dus? Als ik kijk hoe wij de afgelopen 2 jaar gevaren zijn, dan denk ik dat de samenwerking met andere partijen ontzettend goed is.
Nou, hoe voel jij jezelf in die raad? Want je bent nieuw, ja. Jong. Ja. Hoe zie je dat? Nou, ik heb natuurlijk geen vergelijk, want de raad hier in Tiel is natuurlijk voor het eerst voor mij. Dus ik kan alleen maar zeggen hoe ik het hier vind. En hier vind ik het ontzettend prettig en ik zit daar wel op mijn plek. Jullie hebben niet de meerderheid, je zit in de oppositie. Ja. Hebben jullie wel zin om zeg maar uiteindelijk in die coalitie plaats te gaan nemen? Als er een beroep op ons gedaan wordt, dan doen we dat, zullen we daar zeker overwegen. Ja. Ja. Waar maak je je op dit moment hard voor? Nou, waar wij op dit moment, we heten natuurlijk niet de Partij voor van de Burgers. Hè, dus we zijn er natuurlijk voor iedereen. Dat is lastig. Merk je dat ook, dat mensen naar je toe komen? Dus ja, laagdrempelig? Ja, 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 en dat proberen we ook vooral te blijven en het ook nog steeds meer te worden. Mm-hmm. Ik bedoel, het moet voor burgers makkelijk zijn om de connectie te maken en te krijgen met de politiek. En ja, dat vertaalt zich in alles. Hè. Dus dat kan, er zijn natuurlijk allerlei vormen om contact met ons op te nemen en om zaken, zorgen nou, kenbaar te maken. Er is een soort loket, hè, waar mensen zeg maar op een laagdrempelige manier een vraag kunnen stellen. Ja, PvdB is 2 jaar geleden begonnen met een burgerloket. En daar kunnen mensen met van allerlei vragen terecht. En die komen bij ons binnen. Die worden ook allemaal netjes bewaard. En daar komt zo nodig een vervolg op. En dat kan zijn van waar mensen naartoe moeten met een bepaalde vraag bij de gemeente. En dat kan ook zijn dat mensen zich zorgen maken over dingen in de buurt. En die kunnen we dan aankaarten en dan kunnen we mensen daar mee doorverwijzen. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Wat bijvoorbeeld onlangs de revue heeft gepasseerd bij jullie? Nou, er zijn mensen die bijvoorbeeld met PGB uitbetalingen. Dus dat is een persoonsgebonden budget. Persoonsgebonden budget, ja. Nou, mensen die maken zich daar zorgen over, die krijgen hun centjes niet of het klopt niet. En er zijn ook, in dit geval kunnen dat ook oudere mensen zijn. Nou, die proberen we dan in contact te brengen met mensen die hun verder kunnen helpen. Wij kunnen daar zelf niet altijd antwoord op geven, maar we kunnen die mensen wel helpen om antwoord te krijgen op die vraag. Nou, dat is een recent voorbeeld. Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat kan. Dat vinden wij wel, ja. Brengt dat, zeg maar, de politiek dichter bij de mensen? Nou, het is een vorm ervan. Ik denk dat je de politiek vooral zelf dicht bij de mensen moet brengen. En je maakt onderdeel uit van een groot geheel. Hè? Van de samenleving. Van de samenleving. Kijk, ik ben dankbaar dat ik daar mag zitten. Maar ik zit daar wel namens. Ja. En ik zit daar niet voor mezelf als Frank Groen. En dat wordt wel eens vergeten, hè? Dat wordt heel vaak vergeten. Mijn voorganger haalde dat terecht ook aan. Dat zie je ook in de landelijke politiek. Op het moment dat er verkiezingen zijn, dan zijn burgers, kiezers, inwoners ineens heel belangrijk. En zodra dat alles verheven is, dan is er geen oog meer voor wat een achterban voor wensen heeft. Ja. En worden er dingen doorheen gedrukt. En dan vind ik het ook niet gek dat je daar een paar jaar later goed op afgerekend zou kunnen worden. Ja, in de politiek is het geven en nemen. Maar dat is dan voor iemand op afstand die politiek bekijkt. Gewoon de burger. Ja. Allang niet meer te bereiken. Die snapt daar niks van. En dat kan ik heel goed begrijpen. En Als we dan eventjes recent kijken naar de buurgemeente Geldermalsen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, vooropgesteld vind ik dat verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Gaat dus zeg maar, om het geweld. Het geweld bij een raadsvergadering rondom het AZC. Ja, wij hebben hier in Tiel ook eventjes de vergadering geschorst. Om toch ook eventjes, de burgemeester heeft namens de Tielse gemeenteraad ook onze steun uitgesproken naar collega's daar. Kijk, je mag het altijd niet eens zijn met iemand. Maar dat doe je dan wel met woorden. Ja. En dan ga je niet een gemeentehuis overvallen, om het maar even zo te zeggen. Ik heb daar is ook geen enkel excuus voor, wat mij betreft, om daar goed te praten. Nee, er zijn best wel veel mensen die zeggen van, ik kan het wel begrijpen, maar dat is natuurlijk... Nee, ik kan het totaal niet begrijpen. Nee, precies. Want de burgers of de inwoners, net hoe je het wil noemen, die kiezen mensen. En als dat niet goed gegaan is of als mensen bepaalde regeltjes aan hun laars slappen, dan mag je ze daar best wel op afrekenen, maar dan mag je dat doen bij de stembus. En die mensen die daar zoveel protest hebben aangetekend, dan wil ik wel eens kijken of die de volgende keer ook netjes bij de stembus staan. Ja, of niet stemmen. Of niet stemmen. Ja, dus en als je niet stemt, moet je je mond dicht houden. Precies. Ja. Nou zeggen ze Geldermalsen, dat houdt ons als StadsCV ook wel bezig. De media heeft het gedaan. Nee. Ik denk dat beleid is wat je als raad... Maar ook als individueel raadslid of als politieke partij uitstippelt. En daar praat je met elkaar over. En als je dat met respect doet, dan ben ik ervan overtuigd dat je de respect ook terugkrijgt. Maar als je nooit iets geeft, dan zul je ook nooit iets krijgen.
Nou, wijze woorden van de heer Groen. Je bent ook bezig geweest met het vijverterrein. Hè? Je hebt daar vragen over gesteld aan het college. Ja. Welke vragen? Nou, onder andere hoe het college aankijkt tegen de beslaglegging die de heer Reuvers op de grond heeft. Die wij voor een deel... Dat is een deelgebied 3, hè? Je hebt een aantal gebieden, dat noemen ze deelgebieden. Deelgebied 1 is bebouwd, dat is wonen met industrie. Deelgebied 2 is van de heer Reuvers zelf. Daar komt hoogstwaarschijnlijk de uitvoering van zijn bedrijf. Ja. Een gedeelte daarvan, deelgebied 3, is verkocht. En daar moet een heel stukje mooi tiel komen. Ja, en 4 is de vuilnisbelt. Ja, en een klein stukje wat nodig is voor Fluvia. Hè? Dus het hele aanpakken van de Waal. Ja. Dat soort zaken. Vooral, nou, de Waal aan zich hoeft niet aangepakt te worden, maar de dijken en alles wat daar omheen zit. Ja, de Willemspolder, dat hele gebied. Ja, dus wij zijn gewoon benieuwd. Nou, hoe ver is de gemeente daarmee? Is dat project al aanbesteed? Zo ja, aan wie? Wat is daar de verwachte planning? Waren die zaken allemaal niet helder? Nou, wat ons betreft niet geheel. En daarom hebben wij ook een aantal vragen gesteld. Dan hebben we namelijk één brief, mm-hmm, waar de antwoorden kort en krachtig op staan. En aan de hand van die antwoorden zullen we ook in de fractietjes bekijken van, nou, zijn de zaken voldoende helder? En als daar kanttekeningen voor ons bij zitten, dan zullen we daar op dat moment zeker verder op ingaan. Oftewel, wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Verwacht jij dat op korte termijn dat project vlotgetrokken gaat worden? Een korte termijn bedoel ik binnen een jaar. Nou, dat is de wens. Maar ik denk dat de wens is voor een ieder. We hebben een van de laatste vergaderingen waren er ook een heleboel bewoners, ondernemers van het vijverterrein. Dus je ziet dat het heel erg leeft. En ik kan dat begrijpen. Maar ik kan dat ook begrijpen. Daar moet goed gekeken worden. Welke belangen dat daar spelen. Ja. De tijd leert soms andere dingen. En daar zul je op in moeten spelen. Het pinnen, zo heette dat stuk, hè? Wat is dat precies? Ja, ik denk dat jij doelt op alleen pinnen vanaf 1 januari op het stadhuis. Ja. Voor alle zaken die je daar komt afnemen. Rijbewijs, paspoort enzovoort. Kun je niet meer cash betalen, alleen maar... Kunnen niet meer contant betaald worden, kunnen alleen maar gepind worden. En daar hebben we als PvdB, maar samen met een aantal andere partijen... toch een soort met verstokje voor gestoken, omdat we vinden dat mensen in de gelegenheid moeten zijn om zowel met contant geld te betalen als met de PIN. Dat is een keuze en dat is geen plicht. Nee, het is niet bepaald klantvriendelijk en dat probeert men als gemeente wel te zijn. Waarom is hiervoor gekozen? Nou, waarom wil men hiervoor kiezen? Nou, waarom men ervoor wil kiezen is omdat er een aantal kanttekeningen geplaatst zijn bij de borging van het geld. Geld moet op een bepaalde manier A gecontroleerd worden, B moet het opgeborgen worden. Dat brengt de kosten postje met zich mee. En daarom is er gemeend om te zeggen van, nou, we gaan dan overop alleen pinnen. Niet rekening houdend met de wensen van de mensen. Zoals hulpbehoevende mensen die gewoon netjes 1 keer in de week contant geld krijgen. Die daar bepaalde zaken voor moeten regelen. En dat zou dan dus nu niet meer kunnen. Daarbij zijn er ook een aantal mensen die niet willen kunnen pinnen. En die mensen die zouden daar dus nu staan zonder dat ze iets kunnen doen. Daar is een alternatief voor bedacht. Dat is een volautomatisch kassasysteem en dat kost ontzettend veel geld. En dan moet je dus jezelf eens raad afvragen, willen we dat? En wat is er mis met de manier zoals we dat al jaren gedaan hebben? Wat vindt die PvdB? De PvdB vindt dat beide mogelijkheden behouden moeten blijven. En dat vinden een aantal andere partijen in de raad ook. Afgelopen raadsvergadering is dit stuk verplaatst naar februari 2016. Dat gaat nog komen. Tot die tijd blijft het sowieso, blijven beide mogelijkheden bestaan op het gemeentehuis. En daarna zullen we als raad daar een uitspraak over moeten doen. Van of we dit in de toekomst zo gaan continueren. Ja, de eerste winkel in Tiel waar je alleen maar kunt pinnen, die moet nog beginnen, hè? Die is er niet. Nee. En dan zouden we als gemeente zouden we dus dit introduceren. Terwijl de overheid vaak met die technieken toch wat later de markt opkomt. Gaan we nu zeggen van, nou, we gaan zo revolutionair zijn om alleen pinnen mogelijk te maken. Kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. Die PvdB, nu serieus in die raad bezig. De komende 2 jaar, wat gaan jullie doen? Nou, de koers zoals we hem varen, die zetten we voort. Luisterend naar wat er hier in Tiel gebeurt. Kritisch, maar zeker ook wel constructief.
En ook wat jouw voorganger al zei, dicht bij die burger? Dicht bij de burger, ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En daar hebben we zelf die verantwoordelijkheid, die dragen we allemaal zelf. Dus als je die politiek dichter bij de mensen wil brengen, dan zul je daar zelf mee moeten gaan beginnen. En niet wachten tot een andere doet. Nou, ik ga jou heel veel succes daarbij wensen en nog prettige dagen. Dankjewel, hetzelfde. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Natuurlijk zijn we er in 2016 weer. Graag tot dan.